je deelneming. Ik denk dat je daar dan niet over nadenken. Het is nog een jaar. Oké, dat is dat. We staan hier bij de kerstvrouw van Sander Maurice. Hoe gaat het met Sander en wat verwacht je nog van hem? Goh, ik denk dat nu de laatste weken toch al iets beter is dan in het begin van het seizoen. Wat ik nog verwacht, ik denk dat hij vooral vandaag zijn steentje voor de ploeg zal moeten bijdragen. En verder ja, hoop ik dat hij veilig over de finish rijdt om dan volgende week te kunnen vertrekken naar de Tour. Ja, ik hoorde een selectie voor de Tour, dat is toch heel mooi. Hè? Komt toch van Wanty Gobert, dacht ik, naar Alpecin, de ploeg van Van der Poel. Toch een belangrijke rol kunnen spelen, denk ik nu. Ja, klopt. Ik hoop wel dat hij daar ook een beetje zijn eigen ding zal mogen doen in de Tour. Anderzijds is het ook wel mooi als je voor iemand als een Mathieu kan werken. Dat is altijd plezant als je voor een mooie kopman kan werken. Maar ja, ik zeg, anderzijds hoop ik ook wel dat hij in de bergetappes toch wel een beetje zijn eigen ding zal mogen doen daar. Wordt hij uitgespeeld als klimmer bij de ploeg? Ik denk eerder als klassementsrijder, als klimmer. Echt puur klimmer, als het echt in het hoge bergte gaat, dat hij net iets te kort komt daarin. Maar ik denk toch wel dat hij wel voor een keer een mooie rituitslag zal mogen gaan. Dat wel. En na de Tour nog een wedstrijd in België waar hij kan pieken? Voorlopig denk ik dat hij naar de Ronde van Polen moet. Maar verder weet ik eigenlijk zelf nog niet hoe zijn schema verloopt. Kindjes op komst? Nee. Geen tijd? Xander wel maar één kindje, dus we gaan het voorlopig bij eentje houden, denk ik. We houden jullie in de gaten. Oké, dat is goed.